klinkt hij al? Hij is ready! Hoe is het? Hebben we ook even mooi gescoord deze. Ja, ja. Hallo, wij komen ook eens op YouTube. Jullie komen er nu ook op. Mooi hoor. Ik wacht ze wel, maar... Mooi detail. Bas, heb je er een beetje schrik van gehad? Ja, zeker weten. Dat is mooi werk. Ja. We zitten weer in de auto. Ik ga dus onderweg naar een autoshow, maar niet een gewone. Het is een truckshow. Heel even kijken of ik het zo tevoorschijn kan halen voor jullie. Dat is waar we nu naartoe gaan. Ik ben op zoek naar een tankstation voor een lekkere bak koffie. Het is heel grappig, want ik rijd nu op de Ring A10. En ik zag een autootje in mijn spiegel en op een gegeven moment zag ik hem niet meer. Maar het was een witte Suzuki. En die kwam naast me rijden en die bezwaaide en alles. Alleen, ik heb natuurlijk geen idee wie het is. Want hij had ook een zonnebril op en een muts. Dus het was heel lastig herkennen. Reageer even anders onder de video. Altijd leuk. Ik had het idee dat het buitenland is. Het is een beetje heuvelachtig. Hij heeft geen spiegels, zie je dat? Hij heeft camera's. Maar Bas heeft gewoon wel lekker ouderwetse spiegels opgezet. Want ja, zoals we weten, elektrische apparatuur laat het soms wel eens afweten. Het is een echte spiegel, die doet het gewoon altijd. Proost. Even een pakje koffie halen. Nou ja, bak. Ja, net als in de roadtrip was ik even bij de pomp voor een lekker bakkie. Lekker man. Ja, als ik hier dan zou rijden over zo'n parkeerplaats met allemaal vrachtwagens, dan krijg ik zo'n flashback momentje naar die roadtrip. Ja, is dit hem nou al? Nee. Er zijn er een hoop die erop lijken. Ah, wordt gaaf jongens dit. Hier is een mooi plekje. Hier is een mooi plekje. Kijk, we zijn er. Helemaal top. Ja, dan staan we dus in Dronten in Flevoland bij die truckshow. Hey. Hey, je hoort het al, er wordt druk getoeterd en gedaan. Het is tijd om eens even te gaan kijken bij het begin waar we Bas kunnen vinden. Dat is het begin, het is een zoektocht. Ja. Waar is Bas? Het is natuurlijk een hele uitdaging, maar je hoort zoveel geluiden hier om je heen. Dat het bijna onmogelijk is om je telefoon überhaupt te horen. Of je moet hem ook in je zak hebben natuurlijk. Wordt wel een rondje hoor dit. Terwijl ik mijn zoektocht voortzet naar Bas, film ik allemaal prachtige vrachtwagens. Je kijkt je ogen uit hier. En op dat moment loop ik langs dit groepje jongeren. Die kunnen me vast wel helpen. Waar komt het op? YouTube. Ja, YouTube. Wacht op mijn account dan. Dat is op Ruud Zwageman. Oh, hier staat er al, ja. Ja, ja. En dat is hem, oh, deze bovenste. Abonneer. Oh, deze truc zoek ik hier, hoor. Die staat hier ook. Die is van Bas. Die staat al inderdaad ook. Bas Kool. Oh, die staat voor haar, ja. Ja. Wij komen ook eens op YouTube. Jullie komen er nu ook op. Mooi, hoor. Proost, heren. Ja, bedankt, hè. Ja, bedankt. Eerst even opzoeken. Ja, goed. Ja? Ja, succes, hè. Ja, top. Hoi. Lachen toch? En na even zoeken en natuurlijk de handige aanwijzingen van deze jongens, heb ik Bas gevonden.
En nu is het tijd om Bas te verrassen, want hij heeft nog steeds niet door dat ik hem al aan het filmen ben. Klinkt hij al? I'm ready! Hoe is het? Ja, goed man. Lekker man. Hey, je was net al te vragen. Ja, ja. Zou de mensen zeggen, hey, dit is die auto van YouTube. Ik zeg, hij komt zo. Hij is onderweg. Hij is onderweg. Dat is lekker, hè. Dus, nou, hij staat er weer goed bij of niet? Ja, zeker. Weet je wat regen gaat, maar ik heb niet eens koud. Nee, dat begrijp ik. Dus, alles goed? Ja, zeker. Kom man. En hier hebben we Rijn, de zoon van Bas. Ook al een geboren chauffeur. Hij had alweer wat moois gescoord. Dus zo is het ontstaan. Hebben we ook even mooi gescoord deze? Ja, ja. Ja, hij liep naar die balie toe en hij rende keihard weg. Dus als je kijkt, hij heeft niet betaald. Hij heeft niet betaald. Mag wel voor een keer, toch? Kijk, dat vind ik nou weer leuk. Als je daar erin kijkt. Hier stopt hij niet meer mee, hè, vandaag? Nee. Je zegt, daar stop jij niet meer mee vandaag. Het punt is, je neemt hun mee. Dat ze zouden helpen, want dan konden ze mee dingen in de prijs. Maar nu verdienen ze geen kloten natuurlijk. Hij kost onze zijkant vol door de drank en hij kost mijn binnenkant vol. Oh, dat is wel... Die twee, zet ze even op beeld. Ja, ze staan erop. We zijn gekeerd. Ze kunnen geen alcohol hebben. Ja, en Bas is natuurlijk niet de enige die zijn auto lekker staat te poetsen, want het is een autoshow en daar moeten ze gewoon lekker glimmen. Degenen die de roadtrip hebben gevolgd, die herkennen deze dame al. Het is Amanda van de Wasstraat. Kom eens allemaal wassen hier ook. Geef die meid eens een doek. Ook jij kan eens je krijgen, vriendelijke vriend. Er zijn een hoop gegadigden die deze auto willen bewonderen. En in die tussentijd gaan Ryan en ik even wat drinken halen. Cola moest je ook, hè? Ja. Dankjewel. Ben er wel geklopt? Ja. Ik heb dorst. Ja. Na het drinken ging ik samen met Ryan een rondje doen om tussen het moois te kijken. En toen kwamen we bij deze Scania, die stond lekker te reffen. Dat klinkt goed, hè? Goed, hè? Ja, dat klinkt goed. De man ernaast begon ook te reffen. Het leek wel eens wat de ref battle. Nu is de tijd om even wat mooie plaatjes te schieten, zodat je ziet wat er allemaal te zien is op deze truckshow. We'll be right back.
moet ook, weet je wel, maar dat moet je niet elke dag doen. Nee, zeker niet. Zo'n showtje vandaag kan je best even een beetje rommelen met een ding. Kan je die best hebben. Zeg maar dat ik hem door kan blazen. Dat kan nog wel harder. Dat je het niet kan. Maar dan gaat die warm lopen, want je hoort, dan gaat die roffelen en dan blaas je het er doorheen. Dan moet je hebben. Zo jammer dit, hè? Ja, hè? Ik zie een kubbel op je weer. Dit zijn van die typische vader- en zoon-fragmenten. Rijn is nog maar 15, dus Bas die zou het nu nog makkelijk moeten kunnen winnen. Eindigt Rijn in de waterbak? Of loopt dit goed af? Blijf kijken. Hoe staat hij nou? Maar denk je ook in de prijzen te vallen? Nee, nee. Rijn, denk je dat we in de prijzen gevallen zijn? Of is er wel kans? Ja, de kans is er wel. Ja. Voordat we verder gaan met de prijsuitreiking, willen we graag 3 chauffeurs naar voren roepen. Kijken onze handen er vanaf. Jullie hebben gestemd. Als eerste, nou niet als eerste, alle 3 tegelijk. Gerard Doornewaard van het Ende. Bas Kool van Bas Kool. Ja, ja. Als Arno er nog niet is, Marien, kom jij dan naar voren? Arno Vis of Marien van der Bos? Jongens, bel of app hem even als hij niet binnen is. Hij staat nog te poetsen natuurlijk. Gerard van harte gefeliciteerd. Met de 3e prijs, jongen. En de 2e prijs die mogen we uitreiken aan Arno Vin. Gefeliciteerd, jongen. Dit verwacht je toch niet? Hoe dan? Jij bent ook Frans, hè? Ja. Oh. Bas, van harte gefeliciteerd, jongen. Iedereen bedankt voor de opkomst. Het was gigantisch mooi. We hebben alleen maar lachende gezichten gezien. En jullie hoort nog van ons. Yo! Wat nou? Onwerkelijk. Je verwacht niet dat je van de mooiste truc van Nederland gaat winnen. Arno Vis, de mooiste truc van Nederland. Bizar. Het is voor die ouwe. Ontzettend. Lekker man. Helemaal gaaf. Zeker. Ik wou net zeggen, dit kijkt echt. Ik zei nog tegen hem, ik zeg de winter. Ik zeg die andere misschien. Ik zeg, ik zal er net buiten pissen. Misschien een 3e prijs. Hooguit. Ja, ik had dit nooit verwacht. Echt niet. Nee, dit is echt. Hij is gaaf, hè? Koffers, hè? Ja. Dat was auto in, hè? Ja, dat is ja, echt. De Mercedes was je nog vergeten. Oh, die blijven lang. Als je eerste bent, kijk. Geweldig toch? Kijk, iedereen wil daar nog shots maken. Ja. Allemaal statieven zie ik zelf staan. Terugrommen. En daar zit hij, de nieuwe chauffeur. Ja. Ja. Het is ietsjes eerder, ik heb hem nu al overgenomen. Nu al? Nu al. Ongelooflijk. Ja. Ik ben nog maar 15. Geef niks, joh. Nee, joh. Het is heel simpel, gas geven, sturen. Ja, daarom. Hoog haar. Ja, joh. Een beetje spiegel checken. En tot slot rijden we nog even een ereronde over het terrein. Als grote winnaar van dit mooie evenement.
voor de oplettende kijker, ik had natuurlijk nog gezegd dat we er op terug zouden komen of rijden in het water zou belanden. Daar komt hij al.